enig moment bleek dat, dat eigenlijk het besluit plots genomen was, in onze ogen plots, dat er verkocht was. We werden als het ware voor een voldongen feit gesteld. En zo hebben wij het in ieder geval wel beleefd. En we hebben vervolgens de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van, we willen eigenlijk een wat krachtdadiger, duidelijker vuist maken. In de zin van, we hebben hier, als de kookschool verkocht zou worden, zou dat betekenen dat we gerelokeerd zouden moeten worden. Dat we dus weer een andere plek zouden moeten komen. En dat zou voor ons een enorm verlies zijn. En we hebben vervolgens gezegd van, we willen dat gewoon professioneler aanpakken. Maak op korte termijn, echt op korte termijn, een slagvaardige afspraak met het college om daar gewoon spijkers met koppen te slaan. Want u bent ook een partij. Dank u wel. Dus ik was al bekend met Paco Plumtrek. Die zijn uiteindelijk naar de kookschool gekomen. Ik vond het een geweldig gebouw. En vanuit die betrokkenheid heb ik gezegd van, ik wil graag mijn steentje bijdragen om dit unieke project, wat in Almelo op dit moment wat van de grond getild wordt, eigenlijk van onderaf, van allemaal goedwillende vrijwilligers, die met niet aflatend enthousiasme hier eigenlijk iets neer willen zetten, wat recht doet aan de diversiteit van de cultuur van Almelo. Dus alle verschillende bevolkingsgroepen, de diverse pluimages en dus ook het alternatieve muziekgenre. Maar ook ATIP zit in hetzelfde gebouw, de Turks-culturele achtergrond. Ik heb mensen gesproken die in de kookschool op school hebben gezeten. En die vinden het zo geweldig dat we ons best doen om die school op die manier alleen al voor de buitenkant te bewaren. Er zijn mensen die naar mij toegekomen zijn van, die gymzaal, zou ik daar nog één keer in mogen kijken? De kookschool betekent dus wat voor mensen die hier wonen, dat er nu een nieuwe invulling gegeven wordt aan zo'n prachtig pand. Ja, ik vind dat is voor de mensen alleen maar fijn. Dat is namelijk een behoud voor de toekomst. En daar zet ik me voor in. En ik vind het echt een heel belangrijk aspect om de school in die vorm te bewaren. En of Paco daar dan uiteindelijk in komt, dat is iets waar we nu mee bezig zijn. Daar hebben we een goed plan voor. We denken dat heel levensvatbaar is. En we gaan er ook vanuit dat we de gemeenteraad daarvan, of het college daarvan, kunnen overtuigen dat dat een goed iets is. Hè? Met dat etiketje van wij zijn volwaardige gesprekspartner, kunnen we naar banken. En we hebben contacten met banken. We hebben contacten met grote financiers die bereid zijn, die het een sympathiek doel vinden, maar ook een sympathieke strijd vinden en bereid zijn om ons op dit gebied te ondersteunen. En daar zijn we heel trots op. Rally, hebben jullie ook geoefend? Ik zit op atletiek en ik loop soms wel. Met papa loop ik soms hardlopen, dus ik denk dat ik het daarom wel kan. En ik heb vanaf groep 2 loop ik al mee en nu zit ik in groep 5, dus ik doe al mijn vierde keer mee. Jongens, laat die medailles eens even goed zien voor de camera, hè? Want
Ja, dat is toch een hele prestatie hoor. Ja, hoeveel kilometer heb jij gelopen, Riz? 5. Ja, mag je wel zeggen? 5. En jij? Hetzelfde. Ja. Is dit de eerste keer, jongens, dat jullie meedoen? Ik doe al mijn 4e keer mee en hij doet de eerste keer mee. Tijdens de actie Lock Me Up van Free A Girl laten 9 Almeloers zich deze week opsluiten met als doel jonge meisjes te bevrijden uit gedwongen prostitutie en daders voordeel te krijgen. Burgemeester Gerritsen sloot de eerste 2, Ruben Bloemdaal en Marcel Koenderink, op in een klein hokje bij Niels Café. Free A Girl is werkzaam in Bangladesh, Brazilië, India, Nederland, Nepal en Thailand. Opnieuw in Almelo een bijdrage met elkaar kunnen leveren aan Lock Me Up Free A Girl. Geweldig belangrijk initiatief dat de nood in de wereld over hoe jonge meisjes vaak prooi zijn aan mensenhandel, aan opsluiting, aan uitbuiting. Hoe we dat hier in onze samenleving, waar het ons aan niks ontbreekt, op deze manier heel pregnant onder de aandacht kunnen brengen. Dat is hartstikke goed. En ik ben er trots op dat er 2 mensen weer uit ons midden de eerste willen zijn om zich 12 uur lang te laten opsluiten. Om op die manier symbolisch, maar vooral ook door heel veel sponsoring, een bijdrage te leveren aan de kaak stellen van dat grote probleem, het helpen van die meiden. En ik heb begrepen dat inmiddels de teller in Almelo al op een dikke €12.000 staat. Dat belooft heel wat. We zijn nog steeds koploper een beetje daarmee. Dat is heel goed. En ik hoop dat er nog veel meer geld gaat binnenkomen. De beide gevangenen die zijn net goed gevoed, heb ik begrepen. Althans hebben ze het goed gedaan. Dat moet ook, want 12 uur lang komt er niks anders binnen dan een bakje rijst, geloof ik nog, aan het eind van de dag. Heel veel sterkte daarbij. En ik hoop dat heel veel mensen hier langskomen, met jullie in gesprek gaan. God, wat is er aan de hand, waarom doe je dit? Zodat het verhaal, want daar gaat het om sponsoring, maar het gaat ook om het verhaal. Dat het verhaal ook echt wel onder mensen komt. Dus heel veel succes daarbij. Ik heb hier 2 hangsloten. Er zit ook nog zo'n koord aan, anders had ik gezegd, ik slik de sleutel in, maar dat ga ik nou niet doen. Maar ik ga wel het slot nu opzetten, dus ik vraag jullie, tenzij jullie in de laatste momenten van vrijheid nog wat willen zeggen, maar ik vraag jullie in jullie cabines plaats te nemen. Kijk, joh. Ja, u bent. Nou, alles aan boord? Ja. Die zit erop. Je hebt geplast. Oké. Okay. En die zit er ook op. Oké, ik kan het niet meer. Heel veel sterkte en heel veel succes. Dat is het allerbelangrijkste. Ruben, je bent ingeklapt, hè? Wij zijn de groep Social Obesitas. Wij zijn een groep studenten van het Windenzaam uit Zwolle. Wij voeren elk jaar een campagneweek uit en dit jaar is het thema Social Obesitas. Social Obesitas is een verzamelnaam voor alle verslavingen aan het beeldscherm. Deze doelgroep is dagelijks bezig met beeldschermgebruik. Hieraan kun je denken aan social media en aan gaming. Het is erg belangrijk dat deze doelgroep nog wel hun sociale leven opbouwt en dat zij naar buiten gaan. Dat ze niet alleen maar binnen zitten op hun beeldscherm. Daarom voeren wij deze campagne en wij hopen dat wij hun bewust kunnen maken van het leven buiten de beeldschermen om. Daarom hebben wij een paar activiteiten opgericht vandaag. We hebben zowel Social Twister. Hiermee kunnen ze de social media kanalen uitzetten met hun handen en voeten. Daarnaast hebben we nog een Renje Rotspel. Hierbij kunnen ze vragen beantwoorden over hun kennis over social obesitas en over social media. Daarnaast is er ook een raadspel, zodat de kinderen hun gedachten op een ander punt kunnen zetten dan op social media. Midden in de school hebben we ook een likeboom opgehangen. De bedoeling hiervan is dat kinderen in real life een like kunnen geven aan iemand anders of een leuk compliment. Zodat ze echt in contact kunnen komen en een emotie kunnen laten tonen. Wij hopen te bereiken dat de kinderen bewust worden van hun beeldschermgebruik. Wij hopen dat de ouders ook maatregelen gaan nemen tegen de verslaving aan beeldschermgebruik. Dat zij zich bewuster van worden. Dat wij een soort
ja, advies mee kunnen geven van jongens, stap eens naar buiten, ga eens een leuk spelletje doen, want het is zoveel meer dan alleen maar het social media en de beeldschermen. De meeste scholen die zijn wel actief bezig, die zijn ook bewust van de verslaving die zich afspeelt binnen de, rondom de leerlingen. Wij hebben als groep ook naslagwerk gemaakt voor de docenten, zodat zij dit kunnen inlezen en zodat zij dat ook eventueel aan de ouders en leerlingen nog als extra informatie kunnen geven. Wij hopen natuurlijk ook door middel van de activiteiten dat de docenten inzien, oh, misschien is het leuk om met de kinderen wat vaker naar buiten te gaan. Als initiatief vanuit de docenten zelf. Want zoals wij net hebben gezien, de leerlingen zitten heel veel op hun iPad en op hun mobiele telefoons. En er is zoveel meer te doen. Vooral met prachtig weer zoals vandaag. Dan kun je prima naar buiten gaan. We gaan het komend weekend de estafette lopen van Hamburg naar Rotterdam. Dat is 570 kilometer en dat gaan 8 lopers van ons team gaan dat doen en daar gaan ze 2 dagen over lopen. 2 dagen. Dat is een knap eind, 580 kilometer. Ik mag zelf daar ook een stukje van meelopen, rond de 70 kilometer. Is het nou echt een uitdaging, Ben? Vertel eens, wat voor een... Je doet al voor de 10e keer mee, geloof ik. Wat heb je meegemaakt de afgelopen jaren? Nou, een heleboel mooie dingen, ja, soms ook wel problemen. Onweersbuien, hagelbuien, soms veel te warm weer. Mensen die ziek werden onderweg en er is een keer een bus die kapot was. Maar, ja, dan lossen we dat allemaal op en we zorgen altijd dat we op tweede Pinksterdag ergens in de middag weer in Rotterdam aankomen, maar dan de finish is. Een van de mooiste dingen vond ik zelf dat we een keer een cheque van 50.000 euro konden overhandigen aan de Twentse wensambulance. En die hebben daarvoor een speciale kinderwensambulance gekocht. Er is heel veel geld gegaan naar het ziekenhuis hier in Almelo en ook naar de verschillende hospices die in Almelo werkzaam zijn. En die doen er allemaal dingen mee waardoor mensen die ziek zijn toch net even wat prettiger en wat fijner kunnen leven. En daardoor toch gewoon net iets minder erg is dat ze ziek zijn. Deze sponsorloop samen met de Heemde georganiseerd. Met als doel voor de Almelopers en de Roperun. Maar ook een deel van het geld, van de opbrengst, gaat naar nieuwe sporttenues voor de school de Heemde. En zo snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten. Enerzijds het goede doel en anderzijds voor de school. En er doen vandaag 250 leerlingen mee aan deze sponsorloop. En zoals je ziet, is het sportieve element van de Roperun is natuurlijk het goede doel. De Roperun geld ophalen voor mensen die helaas ziek zijn. We hebben er in onze omgeving denk ik allemaal wel mee te maken. Mensen met kanker. En die willen wij graag nog een iets beter kwaliteit geven in hun leven. Hij heeft zich echt het snot voor de ogen gelopen. En hij heeft maar liefst... Hoeveel rondjes heb je gelopen? 22. En nou ben je wel een beetje kapot, hè? Ja, ik heb spierpijn. Spierpijn, ja. Je hebt echt spierpijn. Nou, maar ik vind het heel knap dat je dit gehaald hebt. Ja. Het was best moeilijk, hè? Ja. En ik doe het voor het goede doel. Omdat ik ook goed vind dat mensen die wat armen en een ziekte hebben... dat ze hun ook wat leuks voor in hun leven hebben. Pieter van Meulen, je wint met 3-1 van Japan. Moeten we dat nou een stunt noemen of is het gewoon een fantastische prestatie? Nou, ik denk dat we goed bezig zijn. We hebben ook met wisselende opstellingen gespeeld. Dus daar ben ik vooral blij mee dat alle jongens in het veld zijn geweest en allemaal het niveau hebben laten zien. En dat daar niet zo'n verzwakking in zat. We zagen dus inderdaad die eerste twee sets dat je een beetje een heel sterk team speelde. Ja. En die win je dan ook allebei. Ja. Dan in de derde set ga je wisselen. En dan gaat het toch wat minder. Ja, die jongens staan koud aan de kant. Die moeten er even inkomen. En we hadden vandaag besloten, dat we hebben 3 wedstrijden op rij. Dus we kunnen niet vandaag alle spelers al meteen alles laten spelen. Dus we hadden besloten om halverwege te wisselen. Dus dat, en maar aan het eind pakken staat heel mooi op. Finland heb je ook al gehad. Toen was het een 3-0 overwinning. Nu Japan een 3-1 overwinning. Waar eindigt dit? Geen idee. We hebben zondag begint onze World League, de Golden League. En dat is voor ons het belangrijkste. Maar het is fijn dat je tegen zo'n goed team deze prestatie neerzet. Kampioenschappen. Jullie hebben je daarvoor geplaatst. Van harte gefeliciteerd daarmee. Een kansje daar? Nou, dat zijn 24 landen. Er zit een pool van 6. En de eerste 4 landen gaan door. En wij willen wel door. Wij willen bij de beste 16 landen van de wereld horen. En dat is het streven voor straks het wereldkampioenschap? Ja, we zijn 3 keer niet op de WK geweest. Dus als het ons lukt bij de eerste 16 te spelen... Dan doen we dat heel erg goed. Nou, Thijsje Horst, jullie winnen als 25e op de wereldranglijst van de nummer 12. Ben je daar verbaasd over?
Verbaasd niet zozeer, maar we weten wel dat het een goed team is, dus dat we niet gratis zullen krijgen, maar we wisten wel dat we kans hadden, dus dan, als we zo beginnen is het een goed begin. Ik denk dat de lichting die er momenteel is ook hoge ogen kan gooien straks in september op de wereldkampioenschappen? Ik denk wel weer dat we een goede groep jongens hebben die hard willen werken en voor elkaar er zijn. Dus om te vergelijken met Atlanta dat lijkt me een beetje ver, maar ik denk wel zeker dat er mogelijkheden zijn in de poolfase. En ik denk altijd na een poolfase is het gewoon knokken voor zich. Dus dan kijken we dan verder. Tevreden over de wedstrijd van vanavond? Ja, zeker. Zeker blij dat we met z'n allen gespeeld hebben en met z'n allen dat niveau hebben laten zien. Met andere woorden, we kunnen nog veel van het Nederlands team verwachten. Ik denk dat we op de goede weg zijn. In 2010 werd het bronzen drieluik onthuld. Het werk van de Almeloze kunstenaar Jan Gierveld is jarenlang bij de ambulancedienst aan de Henri Dunantstraat te bewonderen geweest. Nu dus te zien aan de zijgevel van Stadskerk De Bleek. Geweldige muziekshow met 10 muziekkorpsen van wereldniveau. Dit keer al voor de 5e maal in het Polmanstadion in Almelo. Korpsen die al meerdere malen prijzen hebben gewonnen op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade zijn te gast in Almelo. En niet met alleen maar fanfare muziek, maar met veel meer. Topniveau. Zet de tap toe in uw agenda. U mag dit absoluut niet missen. Een geweldige show, prachtige korpsen en uiteindelijk een bijdrage aan een geweldig goed doel. Kans voor een kind waarbij kinderen geholpen kunnen gaan worden. Dus kom naar Polmanstadion op 16 juni voor de tap toe Almelo.